Ja, voorzitter. We lezen berichten in de media over zorgen bij ministeries over inmenging vanuit Israël in de Nederlandse politiek. In een afgelopen debat hebben we ook gezien hier in de plenaire zaal, het was ergens daar, dat er gezwaaid werd met een rapport van het Israëlische ministerie van Diaspora. Een rapport waarin zonder vorm van bewijs Nederlandse staatsburgers werden beticht van strafbare feiten. We zagen ook dat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken een aantal Kamerleden complimenteerde voor hun inbreng. We weten in het verleden dat de Israëlische ambassade ook moties schreef voor een politieke partij in de Tweede Kamer. En dat er een andere fractie is die gretig op bezoek gaan op reisjes naar Israël. Ja. Kortom, voorzitter, tot hoever reikt de lange arm van Netanyahu? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we deze lange arm afbijten? Daar wil ik een debat over met de minister van Buitenlandse Zaken. De heer Krul. En voorzitter, we doen niet anders in dit huis dan ons bemoeien met Israël. Dus het is bijna een ironisch verzoek, zou ik willen zeggen, waar wij absoluut geen steun voor hebben. De heer Paternotte. Steun. Het lijkt me alleen dan wel goed als het ook de bewindspersoon die over buitenlandse inmenging gaat er ook bij is. Dus de staatssecretaris van Sociale Zaken. De heer Vermeer. We zien wel vaker buitenlandse inmenging en lange armen, maar geen steun voor dit debat. Kan bij de begroting eventueel. De heer Van den Burg. Ja, ik kan me in het verleden herinneren dat Kamerleden met een Turkse achtergrond heel veel last hadden van het feit dat er in Turkije allerlei nieuws werd verspreid over Turkse Kamerleden hier. Heel erg vervelend, schandalig dat het gebeurde. Lijkt me goed om over buitenlandse inmenging te spreken. Vanavond doen we de begroting Buitenlandse Zaken. Lid Kostic. Geen steun. Steun. Dietrich van Dijk. Mede namens ChristenUnie geen grijntje steun. De heer De Roon. Geen steun. De heer Olger van Dijk. Geen steun. Mevrouw Koekoek. Steun. Mevrouw Dobbe. Steun. U heeft geen meerderheid, meneer Van Baarle. Ja, voorzitter. Ik telde volgens mij wel 30 leden. Nee. Ook niet. Ook niet. Nee, u was iets te royaal met Zeer spijtig, voorzitter. Zeer spijtig. Dan mevrouw Michon Derksen.